En deze is, is voor ons uh, behoorlijk uniek. Het is een, uh, een beeld van een, uh, een dame die uh, nou, op zich wel iets weg heeft van onze voormalige koningin. Nou, het beeld was, uh, was beklapt met veeltstift. Uh, er uh, uh, stonden SS-tekens op uh, en mevrouw had een snor gekregen. Uh, dat hebben we toen toch schoon laten maken. Van wie is dit beeld? En wie moet het voorstellen? Het is één groot mysterie. De politie weet het niet en de gemeente weet het niet. Zelfs het Van Abbe Museum werd gevraagd of ze de hand van een bepaalde kunstenaar erin zien. Te vergeefs. Nou, wij dachten in eerste instantie dat het uh, misschien uh, iemand uit de Philips familie zou kunnen zijn. We dachten daarbij aan, uh, in eerste instantie aan mevrouw Van Riemsdijk. Maar een, uh, een kenner van uh, de Philips familie die heeft ons verzekerd dat dat in ieder geval niet het geval is. En nu we er toch zijn, hier zie je pas wat de mensen zowel kwijtraken in Eindhoven. Dit moet een uh, gitaar van een, uh, van een kind zijn. Uh, er zit ook een lesboek nog, uh, nog bij. Maar we hebben het niet kunnen achterhalen wie de eigenaar is. Nou, hier zitten van die, van die fiches in. Maar bovenaan staan toch de portemonnees en sleutels. Nou, hier zie je zo'n zakje sleutels. Dit is de opbrengst van een, van een maandje sleutels wat er bij ons wordt ingeleverd. En na de concerten van Guus Meeuwis in het Philipsstadion is het topdrukte bij dit depot. Een hele grote bak aan sleutels wordt er dan vanuit het PSV-stadion bij ons ingeleverd. Um, en ja, maar een heel klein deel daarvan wordt ook weer opgehaald uiteindelijk. Terug naar het beeld. Hoeveel het waard is, weet het depot niet. Maar dat is niet zo belangrijk. Ik denk dat het meer ook een emotionele waarde heeft voor, uh, voor mensen. En daarom zou ik het heel leuk vinden om dat bij de eigenaar terug te kunnen bezorgen.